Open de juiste koffer en win de prijs. Deze vrachtwagen staat vol met koffers. Sommige van deze koffers zijn gevuld met een hele grote prijs en de andere zijn leeg. Ik rijd in deze video door het land langs verschillende YouTubers. Ieder mag 3 koffers uitkiezen waar ze er maar 1 van mogen openen. Over deze 3 koffers vertel ik dus elke keer aan de YouTubers 2 leugens en 1 waarheid. En dan gaan we dus kijken welke YouTuber mij het beste kent en de juiste koffer kiest. Voordat we naar de allereerste YouTuber gaan, kunnen jullie ook meedoen aan deze challenge. Allereerst kan je natuurlijk een duimpje omhoog geven. Dan krijg je allemaal feestlingetjes te zien. Ik zou het heel tof vinden als we de 20.000 likes kunnen halen. En nu komt een hele belangrijke vraag voor jullie, want jullie gaan de challenge ook spelen. Wanneer lieg ik en wanneer vertel ik jullie de waarheid? In koffer 1 zit een Nintendo Switch. In koffer 2 zit een iPad. En in koffer 3 zit een iPhone. Laat het je weten in de reacties. Later in deze video ga ik de koffers openen. Dan gaan we nu... niet met de fiets, maar met de vrachtwagen naar Creachick. Oh, dit is de eerste keer dat ik in een vrachtwagen ga rijden. Ik hoop maar dat dit goed gaat. Oh, er komt een auto aan. Ja. En kijk eens wie hier is. Creachick met heel het gezin. In de vorige keer heeft Creachick verloren. Dus gaan jullie mama helpen? Ja. Ik heb heel veel versterking mee. Ze moet winnen. Ik zou zeggen, Ellen, gooi de koffer maar open. Tada! Ze voelen zich helemaal thuis in mijn vrachtwagen. Jongens, de eerste rij koffers die hier staat is voor jullie. En hier ga ik zo meteen 2 leugens over vertellen en 1 waarheid over de inhoud. En jullie mogen dus raden welke koffer voor jullie is. Oké, ik hoop zo dat we de goede hebben. We hebben hier koffer 1 en in koffer 1 zit een dinerbon waarmee je samen met mij uit eten kan. Dan hebben we hier koffer 2 en in koffer 2 zit iets wat echt heerlijk is. Want het is een wellnessbon dat jullie zonder kinderen eens eventjes samen kunnen genieten van de rust. Koffer 3 en daar zit ook iets heel tofs in, want hierin zitten tickets voor een heel tof pretpark waar jullie met z'n vieren naartoe kunnen. Nou, wat denken jullie? Dit was het, hier moeten we het mee doen. Hier mag je het mee doen, ja. Ik dacht aan deze. Oké, ik ga het jullie nog lastiger maken. Jullie mogen mij 1 vraag stellen, maar ook echt 1 vraag. Dus denk hier heel erg goed over na. Welk pretpark? Het pretpark wat hierin zit, is de Efteling. Oké. Echt? Ja, maar de rest is allemaal gelogen. Ja, maar ik voor het pretpark. Nummer 3 is jullie keuze. Ja. Doe ja, maar open. Dan gaan we in 3, 2, 1... Kijk maar even in de andere 2 koffers. Dit is dus koffer nummer 1. Oh, Thomas, het was zo gezellig geweest. Ja, jammer. Ja, helaas. Ik hoop in ieder geval dat jullie verder een hele leuke dag hebben. Ik ga nu weer door naar de volgende YouTuber. En dat is Jessie Maya. Die wacht hier ook ergens in de buurt. Voordat we dat gaan doen, even iets heel belangrijks. Want ik krijg heel veel berichtjes van mensen die geen melding krijgen van mij als er een nieuwe video online komt. Dat komt omdat nog steeds meer dan de helft van de mensen die mij kijken nog steeds niet geabonneerd is. Dus maak daar snel verandering in. Ik geef je 5 seconden om dat eventjes te doen. 1, 2, 3... 4, 5. Als het goed is nu gelukt, dan gaan wij snel rijden. Als het maar weer goed gaat. Oh, there she is! Ik zei dus net al dat ik heel zenuwachtig ben, want ik weet dat jij super goed bent in dit soort spelletjes. Oh, ik ben wel tweede geworden bij de Big Escape, dus ik kan wel iets. Ik zou eerst zeggen, Ellen, gooi de vrachtwagen open. Wat zit erin? Wat zit erin? Nee. We gaan een kofferspel doen. Miljoenenjacht. We gaan het volgende doen. De voorste 3 koffers zijn voor jou en eentje hiervan mag jij gaan openen. Ik vertel je zo meteen 2 leugens en 1 waarheid over de inhoud van de koffers. Ik ga winnen. Kan je winnen? Ja, tuurlijk kan je winnen. In één van deze 3 koffers zit iets heel tofs. Er zit een auto, een Tesla. Let gewoon eventjes heel goed op, want in koffer 1 zitten 2 tickets om te gaan skydiven, indoor skydiven met iemand anders. Het kan ook met mij dus zijn. In koffer 2 zit 100 euro, contant, kan je mee doen wat je wil. En in koffer 3 zit merchandise van Billie Eilish. Welke koffer kies je? Maar kijk, want deze zijn allebei deze kant op. En deze zit die kant op. Dus dan denk ik, deze is anders. Maar als je kijkt naar de scharnieren, die zitten die kant op en deze zit deze kant op. Ah! Dus daar heb ik helemaal niet op gelet. Denk. Ja, maar kijk, dat kan hij nu ook zeggen. Je mag 1 vraag stellen. Nou, Jessie, wat is je vraag? Nee, dat als is het niet. Als hier skydiven in zit, ga je dan mee? Ja, ik ga dan mee. Ik beloof je dat ik dan mee ga. Ik voel hier lichte paniek. Wat ga je kiezen? Wat ga je kiezen? Wat ga je kiezen? Wat ga je dan? Echt? Ga je voor deze koffer? Ja. Oké, open hem maar. Het is leeg. Waarom? Het is leeg.
Het was de Billy Ice merch, hè? Oh, ik vind het zo zielig. Het was nummer 2, 100 euro contant. Ik vond dit random. Oh. Gaat het? Ja, weet je wat? Ik maak even een afspraak met je. Ja. Omdat jij zo enthousiast was, gaan wij gewoon een keer samen skydiven. Dat is... Indoor wel, want buiten durf ik denk ik niet. Ja. Dan gaan wij nu weer door naar de volgende YouTuber. Tot nu toe heb ik heel veel geluk dat iedereen de verkeerde koffer kiest. Dus het kost me niet heel veel geld deze dag. Ga nu naar Bo. En ik ben heel erg benieuwd of Bo wel de juiste keuze maakt. Ik ben bang van wel. Ik weet niet waarom. Ik heb een soort van voorgevoel. En daar is ze hoor. Nou, hoe toevallig is dit? Nou, ik bedoel dat we alle twee groen aan hebben. Oh ja, precies. We matchen. Goed gedaan. Nee. Het begint ook harder te waaien hier ineens. Ja joh, het gaat straks stormen. Het wordt helemaal spannend ook gelijk. Want we gaan een heel spannend spel spelen. Ik hoop dat je daar zin in hebt. Zeker, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik weet dat jij van spelletjes houdt. Dus ik dacht, ik moet bij Bo langs. Tuurlijk. Nou Ellen, ik zou zeggen, gooi de klep maar open. Wow, kijk nou. Nu had je een heel orkest verwacht, zeker. Ik weet dat perfect niet verwacht. Ja. Ik ben echt heel zenuwachtig. Ik ben zo bang dat jij dit goed gaat doen, want ik weet dat jij goed bent in spelletjes. Ja, ik ga wel mijn best doen. Oké, we beginnen met koffer 1 en dat is deze koffer. Hier zit 150 euro contant in. Dan hebben we hier koffer 2. Ik ga gewoon gelijk door, want anders kan ik niet liegen of de waarheid vertellen. Hier zit een unieke code in waar je heel veel onderdelen mee kan kopen in The Sims. Oké. Oh, ik ben zo bang dat jij ziet of ik lig of niet. Oké, dan hebben we hier koffer 3 en hier zit een nieuwe make-up collectie in van MAC, namelijk van Envy Peru. Ik ben blij dat dit eruit is, dat ik dit heb gezegd. Ja. Je zet bij deze een code om spullen te kopen in The Sims. Ja. Nu is er niet één algemene code om verschillende spullen te kopen. Ik heb een vriend die heel veel van games weet. Maar ik heb een Sims kanaal. Ja, dat weet ik. Ik twijfel tussen de make-up en het geld. Wil je een vraag stellen? Ik ga gewoon kiezen. Oh, kies je koffer 1, 2 of 3? Ik kies koffer 1. Echt? Ja. Ook een koffer 1. Nee, je gaat me nu laten twijfelen, maar... Nee, ik ga niks zeggen. Ga maar gewoon kijken. Ja! Oh! Ik mag wel hopen dat je mij meeneemt. Tuurlijk! Niet. Kunnen we die klep dichtgooien? Bo zit er nu nog in. Dus Bo, ik ben er klaar mee. Blijf jij er maar gewoon in. Dan gaat mijn prijs ook mee. Dag! Dag! Ik heb het luchtluik een beetje opengelaten. Dat is altijd handig. Ja, dat is wel fijn. Rijden maar! Rijden! Bo, gaat het goed daarachter? Ze geeft geen reactie, dus ik denk dat het een goed signaal is. Wij gaan door naar de volgende YouTubester en dat is Denise. En ik hoop dat zij niet de juiste koffer gaat kiezen. Anders gaat het me wel heel veel geld kosten, deze video. Ik ga rijden. Bo, ik ga rijden! We wachten hier dus op de volgende YouTubester en dat is niemand minder dan Denise. En ze moet nu ergens uit een van deze hoeken vandaan komen. Dus Denise! Hey, daar is ze. Hallo. Hallo. Nou, wat zie je er ook weer geweldig uit. Dank jongens, doe daar even een duimpje voor omhoog. Echt heel erg leuk dat je er bent. Heb je zin in een spelletje? Ja, altijd. Altijd? Ja. Ik hoop dat je heel slecht bent in dit spelletje. Ellen, gooi de kofferbak maar open. Oh, zoveel koffers. Hier staan dus de 3 koffers en ik ga gewoon nu beginnen. Ben je klaar voor? Ja, ja, ja. Zeker? Ja. Let goed op. Oké. In de allereerste koffer, deze koffer dus, zit een nieuwe controller voor jouw Xbox. En ik weet dat je die altijd wel kan gebruiken. Ja. In de tweede koffer zit een nieuw, unieke parel uit de kringloopwinkel die jij nog niet hebt. En in koffer 3, deze koffer dus, zit een nieuwe AirPod. Welke koffer trekt jouw aandacht? Ja, welke trekt mijn aandacht? Is natuurlijk deze. Ik zal je vertellen, je mag 1 vraag aan mij stellen. Is het breekbaar? Het is zeker breekbaar. Lult maar wat. Ik lul heel tijd maar wat. Ja. Dus je kan maar beter kiezen wat je wil of nog niet hebt. Dus ik ga voor iets wat ik sowieso nog niet heb. Dus ik ga voor die. Echt? Ja. Denise kiest dus niet voor 1, niet voor 2, maar voor koffer 3. Ik ben heel erg zenuwachtig. 3. Oh, 2. 1. Maar ik durf het niet te geloven. Is het waar? Ja, het is echt. Ik heb AirPods. Je hebt gewoon de juiste koffer gekozen. Geweldig. Heel erg bedankt. Ja, ik ga huilen nu. Geweldig dit zeg. Bedankt.
Nou, graag gedaan. Ik had geen keus. Nou, Denise, ik wens je heel erg veel plezier met je AirPods. Nou, dat zal wel lukken. We gaan nu naar de laatste en dat is Rutger. Ik ben benieuwd welke koffer die gaat kiezen. En dat zijn de 3 koffers van het begin van de video. Dus ik ben heel benieuwd of jullie ook goed hebben gekozen. Succes, Rutger. Ondertussen zijn we weer terug in Brabant. En ik heb de donkere lucht uit het westen meegenomen. Want kijk eventjes hoe hard het regent. Dit is echt niet normaal. Ik denk dat ik gewoon de 3 koffers voor Rutger ga pakken. Dat we binnen het spel gaan doen. Want dit is niet echt bepaald gezellig. Het gaat ook alleen maar harder regenen. En we zijn veilig binnen. En kijk eens wie hier is. Hallo, ik ben Rutger. Yes. Want lieverd, als jij de juiste koffer zo meteen kiest, dan win je dus de grootste prijs van de dag. Oké, ik ben heel benieuwd. Ben je er klaar voor? Nou, kom maar op. Oké, in de allereerste koffer zit een nieuwe Nintendo Switch. Mag ik voelen? Nee, in koffer 2 zit... Oh. Een iPad. Wow. En in koffer 3, deze koffer, zit een iPhone. Een nieuwe iPhone. Ik heb je helemaal niet goed aangekeken. Ik was mee aan het luisteren. Nou, je hebt geluk, want je mag nog 1 vraag stellen. Over de inhoud van een van de koffers. En je mag niet vragen waar de prijs in zit. Welke kleur heeft de iPad? Dat heet toch dark gray of zo? Of grijs? Wat is dat? Grijzig. Je bedoelt space gray. Oh, space gray! Ja, dat bedoel ik. Ik denk dat je de nieuwste iPad hebt gekocht voor mij. Nee, hey, je mag hem niet aanraken! Ja, maar ik heb hem al gekozen. Oh, echt? Ja. Ga je voor nummer 2? Ja, ja, ja. Weet je het zeker? Dat vind ik het meest logisch. Oké, okay, nou, gaan we kijken. Ik ben heel benieuwd. Ga je hem winnen of niet? Mag ik hem openmaken? Maak hem maar open. Oeh, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Nee! Hij is leeg! Nee, niet helemaal. Ik heb een sleutel. Heel zielig, want Rutger die is niet zo blij, maar ik ben heel erg blij. Dan heb je een Switch. In welke koffer zit hij dan wel? Ik ben heel benieuwd of jullie het hier beneden in de reacties goed hebben. Koffer 1 zit ook niks in. Dat betekent dus dat hij maar in 1 koffer kan zitten. Oeh. Oh. Ja. Het was dus koffer 3. Ik wil alle YouTubers vandaag bedanken die mee hebben gedaan aan deze challenge. Dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Ik ga mijn koffers pakken. Houdoei.